De protestactie van het comité Mamas Ranang Wiki heeft vandaag niet veel mensen op de been gebracht. Hoewel het volk was opgeroepen te protesteren tegen het beleid van de regering Bouterse, verzamelden enkele tientallen mensen zich op het Vlaggenplein. Initiatiefneemster Siomarake Doggen is echter optimistisch. Ze zegt dat degenen die wel zijn komen opdagen niet alleen uit Paramaribo, maar ook van de verschillende districten zijn. Het is in eerste instantie onze stem laten horen, om dus aan te geven hoe we ons voelen nu op het ogenblik. Ik zou niet direct zeggen regering go home, want dat heeft, als ik vooral moet luisteren naar bepaalde delen van de bevolking, heeft het geen zin. Maar we willen wel vragen aan de regering om ervoor te zorgen dat wij dus tenminste die situatie die er nu heerst, dat er halt wordt toegeroepen daaraan en dat die omgekeerd wordt. We hebben ook gezien hoe de coalitie met ze is omgegaan. En ze gaan handjevol, niemand luistert naar ze, ze hebben eigenlijk geen impact. Ja. Ik zou niet zeggen dat ze geen impact hebben hoor. Zodra je je stem laat horen in een democratisch stelsel, dan heb je impact. Dus dat is waar zo zien wij dat. Je moet je stem altijd laten horen in een democratisch land en je stem is je grootste wapen. Dus die impact is er sowieso. Als u het hebt over hoe de coalitie daarmee omgaat, dat klopt. We hebben gezien hoe de coalitie in het verleden om is gegaan met dit soort acties. Maar desondanks zeggen wij van niet, omdat de coalitie op die manier reageert. Dat wil zeggen dat we onze mond moeten houden en dat we niets meer moeten doen of niets meer moeten zeggen. Juist omdat de coalitie zo reageert, moeten we verder gaan om onze stem te laten horen en duidelijk te tonen van hey, jouw reactie is wel dat, maar wij blijven wel voortborduren op wat we zijn gestart. Dit is niet de eerste actie van het comité. Volgens een strijdlustige Kodogan zullen de komende tijd meer protestacties worden georganiseerd. We zullen op allerlei manieren onze stem blijven laten horen. Het zij met een bijeenkomst op het plein, het zij met een andere actie, het zij met een brief, het zij met de open brief. Het maakt niet uit. We gaan constant onze stem laten horen. Wij willen het toeschrijven aan de armoede. Ik denk dat er binnen de Surinaamse samenleving wel zoiets heerst van... Kijk het nog af. Ik blijf op de achtergrond. Ik laat zij het doen. Weet je, ik zal het blijven doen voor het volk. Dat staat vast. Ik zal het blijven doen. En wanneer de tijd zo ver is dat zij ook die stap kunnen nemen om zich daadwerkelijk fysiek te tonen, dan zeg ik van, dan hebben we veel meer gewonnen natuurlijk. Maar als ik zeg dat ik dus de parlementsleden ook heb uitgenodigd en die zijn er zelf niet, dan kan ik niet veel meer verwachten van het volk. Siomarake Doggen van het comité Mamas Ranang Wiki. Vandaag is er wederom een protestactie gehouden op het Vlaggenplein nabij het Onafhankelijkheidsplein. De actie heeft enkele tientallen mensen op de been gebracht.